Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, 4 HAVO, wiskunde B. Welkom bij wiskunde met meneer Snel. Jullie hadden gehoord dat ik was vergeten om de les op te nemen. Het lijkt me toch aardig om nog even de hoofdpunten van de les te bespreken in dit filmpje, zodat je het nog kan terugkijken. Wat ik wil doen is eventjes terugblikken op de uitleg van vorige keer. Hoe je van een gegeven grafiek de Helling-grafiek kunt schetsen. Daar was ook één dingetje, dat had ik expres overgeslagen van hoe je het andersom kan doen. Dat wil ik straks laten zien door som 63a te bespreken. En dan wil ik ook nog even voor jullie opschrijven en nog een keer laten zien hoe je op je grafische rekenmachine de Helling-functie van een gegeven functie kan laten tekenen. Dus we kijken even naar deze voorbeelden. Ik heb 2 voorbeelden op het bord staan. Hier heb ik een mooi parabooltje en daar wil ik de Helling-grafiek van tekenen. En hier heb ik een wat ingewikkelder ding en daar wil ik ook de Helling-grafiek van tekenen. En de aanpak was als volgt. Je moet gaan kijken van, wanneer is de helling van het oorspronkelijke ding 0? Wanneer heb ik een horizontale raaklijn? Hè? Nou, hier is de richtingscoëfficiënt 0. Dat betekent dat hier de helling van de raaklijn 0 is. Verder zie je dat die grafiek hier daalt. Dus de helling is negatief. En hier zie je dat de grafiek stijgt. Dus de helling is positief. Dus ja, als je dan die hellinggrafiek gaat tekenen, hier gaat die van min naar plus. En verder gebeurt er niks, dus dan teken je hem gewoon zo door. En is de Helling-grafiek. Nou, kan hier ook. Kijk goed naar de punten waar de helling 0 is. Hier is de helling 0, hier is de helling 0, hier is de helling 0. Dat betekent dat die Helling-grafiek hier gelijk is aan 0. Hier gelijk aan 0. En hier gelijk aan 0. En dan moeten we even kijken. Nou, hier is de grafiek dalend, dus de Helling-grafiek is negatief. Hier is de grafiek stijgend, dus de Helling-grafiek positief. Hier is de grafiek dalend, dus de Helling-grafiek is negatief. En hier is de grafiek weer stijgend, dus de Helling-grafiek is positief. Dus dat ding doet dit, dit, dit en dit. En dat maak je dan aan elkaar. En dan krijg je dit als schets voor de Helling-grafiek. Oké, nou dit hebben we vorige keer gedaan. En het ding wat ik vorige keer niet had gedaan, was wat ze vragen bij 63a. Want daar zeggen ze van, dan heb ik hier die parabool. Maar nu wil ik een grafiek hebben waarvan dit de helling is. Dus we vragen het andersom. Niet van grafiek naar helling-grafiek, maar van helling-grafiek naar grafiek. Hoe moet je dat doen? Nou, als we nog even kijken naar dit voorbeeld. Van de oorspronkelijke grafiek zijn de toppen en de dalen de belangrijke punten. En van de helling-grafiek zijn de punten waar die door de x-as gaat de belangrijke punten. Dus ik ga beginnen door die belangrijke punten even te markeren. Hier gebeurt iets en daar gebeurt iets. Bij deze waarde van x is er iets aan de hand. En bij deze waarde van x is er ook iets aan de hand. Nou, wat voor dingen zijn er aan de hand? Meestal heb je een top of een dal. Hè? Je moet zeggen een berg of een dal. Dus, hier gaat de helling van plus naar min. En als de helling van plus naar min gaat, dan heb je een berg. Dus dat betekent dat hier ergens heb je een berg. Hier gaat de helling, we zullen het even opschrijven. Dus de helling gaat van plus naar min. Als de helling van plus naar min gaat, heb je een berg. Nou, hier gaat de helling juist van min naar plus. En als de helling van min naar plus gaat, dan heb je een dal. En dat dal moet je onder de berg tekenen. Want anders kan je het niet goed aan elkaar vastmaken zonder dat je nog meer bergen en dalen krijgt. Dus merk op dat ik zelf mag weten hoe hoog of hoe laag die bergen zijn. Dat weet ik niet precies, ik doe maar wat. En dan maak ik het aan elkaar vast. Dan zeg ik van, als ik van deze grafiek de Helling-grafiek teken, krijg ik dit. En dit mag je dan zelf nog even oefenen bij 63b en bij de andere sommen die ik vandaag had opgegeven. Nou, er is nu niemand in het lokaal, dus je kan niet zeggen, is het helder? En dan de hele tijd stil zijn en wachten tot iemand zat is en zegt van, het is wel helder. Maar ik ga gewoon zelf door. Ik wil nog even laten zien hoe je op de grafische rekenmachine een schets kan maken, of een plot kan maken van een Helling-grafiek. Dus daarvoor heb ik even een voorbeeld bedacht. Even ruimte maken op bord. Het voorbeeld is deze functie. Fx is x min 1 gedeeld door x kwadraat plus 1. Dat is een mooie grafiek, gaan we straks tekenen. En de opdracht is, maak de Helling-grafiek hiervan. Nou, ik ga eerst hier het stappenplan opschrijven wat je moet doen. Dan ga ik het doen op de rekenmachine en dan vinden jullie dat leuk. Dus, je vult in I1 is x min 1
gedeeld door x kwadraat plus 1. Je kan het ook invullen echt als breuk. Dat zal ik zo nog even laten zien. En bij I2 moet je dan de formule invullen voor de herlinggrafiek. En die kan je vinden bij mat en dan optie n-derif. N-derif staat voor numerical derivative. En derivative is afgeleid, dat is een ander woord voor herlinggrafiek, maar dat gaan we morgen zien, vrijdag. Als je dat doet, mat en derif, dan krijg je een heel eng ding. Dan krijg je dit. En die blokjes, daar moet je allemaal dingen invullen. Dit blokje en dit blokje moet je x invullen. En dit blokje is hetzelfde als dat blokje, dus als je hier x invult, komt daar ook automatisch x. Dit blokje is een beetje vervelend. Daar moet je een I1 invullen. Die I1 die kan je maken door op het vars knopje te klikken. En dan naar tabblad I vars te gaan. En dan optie 1 functions. En dan optie 1 I1. Dat is een heel gedoe. Maar als je dit zo intoetst dan, en je gaat een plot maken, dan krijg je die herlinggrafiek van die fx in beeld. En dat wil ik nu even laten zien. We gaan even naar de rekenmachine. Hier is de rekenmachine. En we gaan bij I1 invullen. Dus de x min 1 gedeeld door x kwadraat plus 1. Zo. En bij die I2 moest je dan naar mat. En dan optie n-derif, dat is optie 8 kennelijk, zie je dat? En dan krijg je dat enge ding. Nou, dit moest een x zijn, dat moest een i1 worden. Dat deed je met vars opzij naar tabblad i-vars. Dan kies je optie 1 en nog een keer optie 1. Dan krijg je die i1 en die laatste, dat moet ook een x zijn. En als je dit gaat tekenen, dan krijg je die oorspronkelijke grafiek. En de herlinggrafiek. Nou, dit is niet zo heel erg super duidelijk te zien. Dus ik wil mijn window een beetje aanpassen, zodat je net iets beter kan zien wat hier allemaal gebeurt. Dus ik stel voor om de x te laten lopen van min 5 tot 5. En de y van min 1,5 tot 1,5. En die x-skul en die y-skul, daar hoef je niks mee te doen. Dus daar is hij dan. Dit is de oorspronkelijke grafiek. Best een mooie grafiek. Je ziet ook dat hij hier weer gaat dalen. Hè? Zie je dat? Hier is een soort top en hier gaat hij weer dalen. Dat zie je ook aan de hellinggrafiek. Hier daalt de grafiek tot hier. En dan hier wordt de helling positief. Dan stijgt de grafiek opeens tot hier. En hier wordt de helling dan weer net negatief. Dat kan je niet zo goed zien, maar dat is wel zo. Nou. En dan is nog de vraag van, maar kon je dat dan ook intoetsen als breuk? Ja, dat kan je ook intoetsen als breuk. Je doet namelijk, dit haal je weg, het clear. En dan doe je optie alpha i is. En dan heb je hier het breukenmenu. Dan kies je optie 1. En dan kan je hem gewoon intoetsen als breuk. Dus sommige mensen vinden dat misschien prettiger. Het maakt mij niet zoveel uit wat je doet. En als je dat dan doet, dan krijg je gewoon hetzelfde plaatje als net. Dus, nou dat is wat we in de les hebben gedaan. En dat was wat ik vergeten had op te nemen. De vragen die ik me kan herinneren uit de les, die heb ik direct beantwoord in dit verhaal. En mochten er alsnog nieuwe vragen zijn, dan kan ik daar de volgende les op terugkomen. Dus dan stel ik voor dat we gaan afsluiten. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel.